Als voorbereiding op een lange afstandswandeling reist mevrouw Boer af naar het zuiden van het land. Bij het château Sint-Gerlach staan er wat rare beesten in de tuin. Ik vervolg mijn wandeling door het Limburgse heuvellandschap. En dan wordt het tijd voor de eerste pauze. Met een café noir. Al snel loop ik door wat weilanden op zoek naar rood-witte stickers. Op de Bemelerberg begint het keihard te regenen. Het regent inmiddels zo hard dat de geitjes schuilen in een mergelgrot. Ik overdenk de zin van het leven onder een afdakje. Ook in de regen kun je nieuwe vrienden maken. Dag paardje, dag. Ik sleep mezelf voort door de modder en vind een prachtige locatie voor een snack. Inmiddels ben ik aangekomen in het pittoreske Maastricht. Wat is dit nou weer? Op de Sint-Servaasbrug zie ik mijn eindpunt, maar eerst wat chance. En een late lunch. Mijn voeten jeuken alweer, want ze willen verder de Sint-Pietersberg op. Inmiddels schijnt de zon weer. En ik heb het gehaald. Ik bewonder het lelijkste uitzicht ooit. Dan is het tijd voor wat ontspanning. Even de elektrolyten aanvullen. En dit was de laatste etappe in 1 minuut. Nou ja, bijna 1 minuut.